dames en heren. De koning is dood. Gezien het feit dat er nog geen troonopvolger is, zullen wij alle zeggenschap over het hele land op ons nemen. Ik wil koning worden. Is dit serieus? Dus u wilt koning worden? Daarvoor zit ik hier toch? Ik heb 5 opdrachten gekregen. Dit is de eerste. Waarom wil je eigenlijk koning worden? Ik doe verslag over jou als journalist voor de Katoren-druk. Heb je al een kop voor je blogjes? Kroonprins van Katoren. Weet je wel hoe gevaarlijk het is? Jij kent de ministers niet. Jij weet niet wat voor plannen ze hebben. Je bent niet de eerste, Stag. Sommigen kregen een onmogelijke opdracht. Anderen verdwenen gewoon. Wow! Verdwenen. Iedere ochtend word ik wakker. En dan hoop ik dat er een bericht komt uit Wis. Dat we een nieuwe koning hebben. Zodat het land weer kan dansen en zingen. En dat we het vuurwerk kunnen aansteken. Wij vertrouwen erop, heer, dat u Stag alle wijsheid verschaft om ons te helpen met... Sorry, hoor. Is er eigenlijk iets dat je niet zou doen? Opdracht. Ze willen dat ik van de toren spring. Als ik spring, word ik geen koning en wordt het oorlog. En dat is mijn schuld. Ik hoop maar dat de rest van Katoren mij vergeeft. Het is een monster, Stag. Koningsdag, Koningsdag.